like challenge. Like deze video sneller dan dat ik Cartoon Cat een high five geef. Ik ben sneller. Yes. Dit is de lift van Huggy Wuggy. En dit is de eerste verdieping. Ziet er een beetje uit als Area 51. Hallo, is daar iemand? Ik kom mijn pizza bezorgen met extra kaas. Oh, oké. Slender, ik wist... Slender? Slender, ik wist niet dat je van pizza's en muren hield. Oh my gosh. De lift brengt mij iedere keer naar een andere verdieping. En elke verdieping een andere creepypasta. Spam in de comments welke creepypasta gaat het nu zijn. Oh my gosh. Het zijn dozen van poppen. Oh, het is niet zomaar een pop. Waarom is deze doos leeg? Oh, ik weet waarom die leeg is. Buddy zit achter me aan. Het is een soort van Chucky, maar niet helemaal. Het is een elektronische Chucky. En hij is eng en hij wil me... Ja, ik weet eigenlijk niet. Misschien wil hij Matties zijn. Oh, ik vind dit zo creepy. Ik bedoel, ik sta hier nu bovenop. Oh my gosh, daar is die. Snel, klim naar boven. Ik heb wel hetzelfde haar als hem. Ik ga stiekem de liver in. Ik zou zo'n pop echt niet willen hebben. Hij leeft. De pop leeft. Besef dat die poppen in het echt ook bestaan. Ik weet niet of ze dan ook leven, maar ze kunnen praten. Wat zou jij de pop vragen? Hou je van pannenkoeken? Nou, dat is een domme vraag. Iedereen houdt van pannenkoeken. Genoeg overlevende poppen, want er is een hand en... Die wilt een high five? Ik weet het niet. Die hand komt wel. Oh my gosh, dat is de hand van Huggy Wuggy. Dat is de hand van Huggy Wuggy in de buggy. Oh. Ik denk dat de hand mij heeft. Ik ben zojuist opgegeten. Ik geef Cartoon Cat nog een high five voor extra geluk. Come on. En waar zijn we deze keer? Dit ziet eruit als een kamer. Een woonkamer. Zachte banken, een mooie tv. Dit is niet eng. Ik bedoel, come on. Misschien vindt niet iedereen blauw mooi. Oh my gosh. Waarom gaat de tv aan? Waarom geeft de tv licht? Oh, waarom komt er een meisje uit de tv? Dat is misschien de belangrijkste vraag. Ik bedoel, ik begrijp het. Iedereen zijn favoriete zender. Maar ik hou er niet van als iets zo 3D is dat ik het kan voelen. Moet ik je helpen? Probeer je de grond te dweilen? Ze wilt weg. Dit is verwarrend. Eigenlijk zou ik mijn eigen verdieping moeten krijgen. Ik heb iets gekocht om een gezelschap te houden. Oh, de deur is open. Wat is dat? Waarom heeft die noob geen hoofd? Hou je koppie erbij, noob. Hij heeft weer een hoofd. Oh my gosh. Ik was zo bang dat ik nog een knuffel heb gehaald. Weet je wat? Ik ben Freddy. Dit is een best wel cool masker. Ik ben aan het rondkijken in de lift of ik ergens kan ontsnappen. Ik zie hier een ventilatie, maar daar pas ik niet doorheen. Dus als de deur nu open gaat, dan moet ik een beetje geluk hebben. Oh my gosh. Ik ben Boyfriend uit Friday Night Funkin'. Hoe gaat het ook alweer? Oh, dit is zo cool. En het ziet er zo realistisch uit. Waarom steek je je tong uit? Heb je tegen mij? De reden dat ik nu niks hoef te doen, is omdat ik eigenlijk de creepypasta ben. Maar ik speel dit spel alleen. Helemaal alleen. Dus ik kan niemand inmaken. Spam in de comments tegen welke creepypasta moet Boyfriend het opnemen. Ik neem de muntjes mee trouwens. Ik heb ballonnen gekocht, want... Ja, ik weet eigenlijk niet waarom. Oké, de liftdeur is open en... Wow. Wacht even. Is dit wat ik denk dat het is? Is dit een fabriek? Ik zie hier wel een knop. Ik heb erop gedrukt. What? No way. En weer ben ik de creepypasta. Ik ben echt benieuwd hoe zijn gezicht eruit ziet. Misschien als ik heel ver inzoom. Oh my gosh, je kunt het een beetje zien en het is super creepy. Maar met ballonnen vast is het niet meer eng. Ik speel het nu met... meerdere mensen. Waarom staat Piggy daar? Whatever. Ik heb iets gehaald waarmee ik sneller kan rennen. En wat is dit? Oh my gosh, het is van de Slendytubbies. Het zijn Teletubbies, maar dan slenderachtig. En hij heeft een toetje in zijn hand. Ik wil hem om een hapje vragen. Ik weet alleen niet, oh my gosh. Ik weet alleen niet of hij dat wel waardeert. Ik zit weer veilig in de lift. Of nou ja, veilig. Misschien is een van deze spelers wel een creepypasta. Oh my gosh, nee. Is dit wat ik denk dat het is? Is dit een verdieping van niemand... Oh, ik moet uitkijken. Op. Oh, dit is eng. Van niemand minder dan Sonic.exe. Ik ben eigenlijk gewoon een parcours aan het afleggen. 3, 2, 1. Wopsakee. En ik val naar beneden. Wat is de volgende? Oh my gosh. Het lijkt wel een circus. Alleen niet eentje waarvoor ik een kaartje wil halen. Oh, is dat een Piggy daar? Oh, het is de clown. De clown met de hamer. En hij ziet er niet zo aardig uit. Oh snap. Nee, inderdaad, dat is hij niet. Hij zit achter mij aan. Clown met hamer. Laat me met rust. Je bent aardig. Ik ben dat namelijk ook voor jou. Ja, zo werkt het meestal niet met creepypasta's. Oh my gosh. Wat is dit? Weer een lift. Kan ik die openen? Ja. Deze deur kan ook open. Oh, wacht even. Oh. Wie is dat? Oh nee. Sorry dat ik niet klopte. Ik ga weg hier, vriend. Ik ga weg hier. Dat lijkt wel een soort van Piggy, maar ook weer niet. Luister, we kunnen praten, oké? Je bent vast even aardig. Ik ben af. Zolang die de lift maar niet inkomt, is het... Ben je echt serieus? Volgende verdieping. En waarom ben jij de creepypasta ineens? Is er een soort van creepypasta drankje? Die heb ik nodig. Ik bedoel, dan zie je eruit als een creepypasta, terwijl je het niet bent. Dan overleef je elke ronde. Wat is dit? Dat lijkt wel een schoolbus. Maar wacht even. Er is maar één creepypasta die iets te maken heeft met school, toch? Baldi? Misschien is het toeval. Misschien heeft de creepypasta niks met deze bus te maken. Eén manier om daarachter te komen. Opletten. Goed, opletten. Mensen zitten in de bus. Mensen staan op de bus. Bus, de bus, bus. Nou, er is niemand. Wat is dit dan weer voor suffe creepypasta? Oh nee, wacht. Er is hier één iemand die iedereen kan inmaken. Dat meisje daar. Het is een verrader. Het is een imposter. Dus zelfs een speler kan de creepypasta zijn. Besef dat. Oh nee, nee sorry, laat maar. Het was geen belediging. Probeer aardig te zijn. Ik heb het overleefd.
Wat is dit? Wacht eens even. Zijn dat twee handen bij die deur? Nee, dat zal vast decoratie zijn. Misschien nog voor Halloween of zo. Oh, wacht. De handen bewegen. Dat kan decoratie niet, toch? Of wel? Nee, toch? Ah, het zal vast niks zijn. Ik bedoel, is er iemand die... Oh, Cartoon Cat! Oh my gosh, nee, ik gaf je een high five! Cartoon Cat, wees nou aardig. Deze dude is echt heel groot trouwens. Cartoon Cat, jij hebt de allergrootste handschoenen ter wereld. Je moet er trots op zijn. Oh, snap. Dit is de enige creepypasta die letterlijk niemand inmaakt. Het is een kat, het is een huisdier. Al weet ik niet of je zo'n grote kat als huisdier wil. Misschien wel, maar dan heb je een grote krabpaal nodig. Misschien de Eiffeltoren of zo. Oké, dat was interessant. Ik zit in een andere lift. En deze is best eng. De deur gaat open. Oh my gosh, meneer. Meneer, laat me met rust. Oh snap. Dit is creepy. Oh. Hij wou de weg niet vragen. Oké, weet je wat? We proberen dit nog een keer. Ik verstop me hier. En hij heeft sowieso niks door. Oh! Misschien een beetje. Ik ben sneller dan jou. Oef. Oh yeah. Oef. Ja, je dacht dat jij snel was. Nou, ik ben snel, dude. Pak me dan als je kan. Je kan me toch niet. Pakken. Ik moet nog steeds naar de wc. Laat me even hier. Nee. Oeh. Ik blijf in de lift. Liftdeur gaat dicht. Oh. Oh nee, niet weer. Buddy, de levende pop. Ik zei het eerder al. Deze Buddy Chucky-achtige poppen, die bestaan een soort van echt. Ik bedoel, ze leven niet als het goed is. Al zeggen sommige mensen van wel. Waarom sta je stil? Het is echt heel eng dat hij daar stil staat en niks doet. Okay, misschien wil hij gewoon met me praten. Buddy, luister. We kunnen vrienden zijn, right? Inderdaad. Je bent vast niet zo gemeen als ze zeggen, toch? En de deur gaat weer open. Oh my gosh. Hallo, eng ding in de verte wat op me afkomt. Moet ik rennen? Ik ren wel. Oh snap. Oh nee, het loopt dood. Oh nee. Kan ik deze kant op? Het loopt dood. Oké, nu weet ik niet wat ik moet doen. Ik vind dit ding een soort van eng, maar ook weer niet. Hier, Freddy, bescherm mij. Oh my gosh, dat lukte niet. Volgende verdieping. Dit gaat vast meevallen. Wacht even. Waar is de lift? Hallo? Is daar iemand? Oh snap. Ja, er was iemand. Volgende verdieping. Deze gaat... sowieso meevallen. Wow, alles is gemaakt van snoep. Ik heb geen idee. Het lijkt eerder op een circus. Oh, het is een circus. Er zit namelijk een clown achter mij aan. Vertel me een mop, clown. Ik weet zeker dat hij leuk is. Oké, deze clown is niet zo goed in moppen vertellen. Hij vindt het wel leuk om mij in te maken. Dus weet je wat ik doe? Ik blijf hier staan. En hij staat op mijn hoofd. Oh nee. Dat was net op tijd. Eigenlijk niet. Hij heeft me al twee keer ingemaakt. Maar toch. Niet opengaan. Oh my gosh. Wacht eens even. Dit ziet er een soort van nice uit. En wat is dat voor grote teddybeer? Wie is er deze keer aanwezig? Oh! Het is niemand minder dan Laughing Jack. En Laughing Jack houdt ervan om te lachen. Vandaar zijn naam. Wacht eens even. Ik ben ontsnapt. Maar toch ga ik er liever in. Ik wil het spannend houden. Wat zou er in deze cadeautjes zitten? Ik ben bang. Het is tijd voor licht. Dat is beter. Oh my gosh. Geen idee welke creepy pasta op deze verdieping. Cartoon Cat! Oh my gosh! Ren weg! Ik heb het tegen mezelf! Oh, hij is zo groot! Ik vind katten schattig wanneer ze kopjes geven. Dat is geen kopje. Volgende verdieping. Wat is dit? Het lijkt op een soort van huis. En er is een koelkast. Ik denk niet dat dit het moment is om te gaan snacken. Oh my gosh, het is Jeff the Killer. En hij loopt daar rond. Ben ik nou letterlijk op bezoek bij Jeff the Killer? Jeff, ik wil je een knuffel geven. Oh... dat is geen knuffel. En nu ben ik weer alleen in de lift. De liftdeur gaat open. Niet weer! Dit is al de derde keer. Wat is er toch met die bewegende, levende, pratende poppen? Ik moet me ergens kunnen ver... Ik ben ontsnapt. Buggy, weet jij wat ik moet doen? Dat is geen antwoord. Maar wacht eens even. Ik ben Cartoon Cat. En dit is een enge foto van Sonic.exe. De grote vraag is, valt een creepypasta mij aan als die denkt dat ik een creepypasta ben? Hé, een muntje. Waarom gaat het licht uit? Oh my gosh. Het antwoord op die vraag is ja. Een creepypasta valt mij zelfs aan als ik lijk op een creepypasta. Er komt iemand aan. Maar ik ben weg. Cartoon Cat is sneller dan Bambi. Cartoon Cat heeft trouwens een grote mond. Hij zou goed zijn in de Chubby Bunny Challenge. Regent het nou in de lift? Oh nice. Ik ben buiten. En er staat hier een tv met... videobanden. Oh my gosh, dit meisje kwam uit de tv. Betekent dat dat je bekend bent? Ik wil je om een handtekening vragen, maar dat kan niet als je me probeert op te eten. Niemand weet ook hoe haar gezicht eruit ziet, omdat er haar voor haar ogen hangt. De liftdeur gaat open. Er ligt daar een taart. Wat hebben we hier? Oh my gosh, de taart leeft. Ik ga op de kast staan en de taart komt eraan. Stel voor jouw lievelingseten zou tot leven komen. Wat zou het dan zijn? Een levende spaghetti bolognese. Wacht eens even, de taart is eigenlijk aardig. Hij doet niks. Oké, de liftdeur gaat open. Oh my gosh, wat? Hij stond er al. Ik kon het niet goed zien, maar het is Eyeless Jack. Het is een dude met een blauw masker die niet zo aardig is. Ik ga stiekem naar binnen. Oh my gosh. Hij zit vast in de hoek van het huis en hij is weer los. Maar wacht eens even. Ik ben Cybernet. Ben je serieus levende poppen nog aan toe? Ik weet zeker dat Birdie bang is voor Cybernet. Oké, laat maar. Ik neem mijn woorden terug. Hij is niet bang voor Cybernet. Echt niet. Er zijn hier zoveel items te koop. Maar het belangrijkste is een frietje. Of wacht eens. Ik heb een Chica knuffel. Maar wat is dit? Bye now. Deur ga open. En wat is het?
Serieus, een badkamer? Ik ben niet bang voor een spiegel. Oh, oké. Okay. Misschien een beetje. Dat was heel eng en ze komt uit de spiegel. Het is Mary. Het is een challenge. Een enge challenge. Ze heet Mary. Ik ga op het toilet zitten. Nee, oké. Okay. Ik ga nooit op het toilet zitten als Mary er is. Maar ik had net iets gekocht. En dat is dit. Dat is zo eng. Het lijkt alsof hij me probeert te pakken door die handen. Ik kan hier een hamer kopen. Een gouden hamer. Why now? En met deze gouden hamer kan ik als het goed is muren bouwen. Oh, de deur is open. Is dit slime? Zijn dat eieren? Hey, ik ga alvast een muur neerzetten. Oh, dat is zo handig. Oké, okay, wacht. Ik weet niet wat of wie of... Oh my gosh. Oké, okay, ik heb een muur nodig. Ik wil een muur. Oh, nee. Hij klom over de muur. Ik ga hier een muur neerzetten. Nu kan er niemand de lift in. En de muur is weg. Moet ik vaker de lift in? Doe dan een like en adios.